Welkom bij Museum Prinsenhof Delft bij de tentoonstelling Jing de Gen 1000 jaar porselein. Mijn naam is Suzanne Kluver en ik ben conservator gespecialiseerd in Delfts aardewerk en Chinees porselein. Gaat u met mij mee? De Chinese stad Jing de Gen wordt niet voor niets de hoofdstad van het porselein genoemd. En het is ook overal te vinden in de stad. Winkels, het wordt overal geproduceerd, iedereen is ermee bezig en zelfs de lantaarnpalen zijn van porselein. Dat straatbeeld is ook heel goed te zien in de foto's van Art Kooi in deze tentoonstelling. En ik weet zeker dat u iets uit Jing de Gen in uw keukenkastje heeft staan, zoals deze kom. Hoe ik dat weet? In Jing de Gen wordt al eeuwenlang porselein geproduceerd. En dat gaan we laten zien in deze tentoonstelling. Jing de Gen is porseleinstad omdat het heel gunstig gelegen is in de provincie Jiangxi in het zuidoosten van China. En Jing de Gen ligt ook nog eens in een gebergte waar hele belangrijke mineralen voor porseleinklei, dat zijn kaolin en petoense, gevonden worden. Daarnaast is het een heel rivierachtig gebied. Wat belangrijk is om grondstoffen aan te leveren, maar ook om de producten weer te verspreiden via de belangrijke zeehavens. Het eerste wat ik u wil laten zien is dit topstuk uit het Kunstmuseum Den Haag. En we kijken hier naar een vissenkom. En in restaurants in China vind je dit soort kommen nog steeds met vissen erin. Wat heel bijzonder is aan deze kom, is de decoratie aan de buitenzijde. Want hier zien we porseleinproductie in allerlei stappen. En ik ken eigenlijk geen andere vissenkommen die dat laten zien. En in deze animatie zien we de verschillende stappen die op deze kom te zien zijn. Belangrijke stappen in het proces is natuurlijk het kneden van de klei en het vormen. Tot een vaas of bijvoorbeeld een kom. En sommige objecten hebben ook een standring nodig. Dat is dat randje onderop het kommetje. Uiteraard is het heel belangrijk dat de kommen van goede kwaliteit zijn en dat ze goede vorm hebben. En de beschildering. Je moet er toch niet aan denken dat al dat mooie porselein niet beschilderd is. Om deze beschildering te beschermen gaat er een glazuurlaag over, zodat die echt goed blijft zitten. En vandaag de dag zie je in Jing de Gen nog steeds het vervoer van kommetjes via deze planken. En daarna gaan ze in de koker. En dat is om ze te beschermen tijdens het bakken. Het stoken van de oven gaat tot 1300 graden. En de meester bepaalt wanneer er hout bijvoorbeeld bijgevoegd moet worden, zodat de temperatuur juist is. En daarna kunnen de objecten naar de winkel. Porseleinproductie in Jing de Gen is vandaag de dag nog steeds hetzelfde als dat we hier zien in de animatie. Het vroegste porselein waarbij China zich echt als commerciële zone gaat manifesteren, is het porselein uit de zogenaamde Song-dynastie, rond het jaar 1000. En we kijken hier naar twee fantastische bruiklenen uit het Groninger Museum en het Keramiekmuseum Prinsessenhof. En we kijken hier naar Qingbai, wat in het Chinees blauw-wit betekent. Dit verwijst naar de glazuur, over de objecten heen. Een beetje blauwe glazuur over het witte porselein. En het zijn de Song-keizers die dit porselein vooral gebruiken voor hun thee. En de elite pakt dit op en gaat dit nadoen. Daardoor wordt de Qingbai mode. En het interessante is dat die theecultuur eigenlijk ook een beetje verbonden is met dit type porselein. Omdat ook in het zuiden van China heel veel thee wordt verbouwd. Dus er komen ook nieuwe objecten op de markt. Ik vind deze objecten werkelijk prachtig en ze zijn ook vandaag de dag nog steeds heel populair in China. Wat ik echt heel bijzonder vind, is deze schotel uit de collectie van het Kunstmuseum in Den Haag. Omdat het hier gaat om een schotel die is gemaakt in de keizerlijke porseleinovens van Jing de Gen. Er is namelijk een verschil tussen keizerlijk porselein en volksporselein. Dat wordt in verschillende ovens gemaakt.
En keizerlijk porselein is echt alleen bedoeld voor het keizerlijk paleis in Beijing. En in dit geval gaat het om keizer Yongle, een van de vroege Ming-keizers. Hoe kun je nu zien dat dit keizerlijk porselein betreft? Nou, dat heeft alles te maken met de kwaliteit. Het beste porselein, het schoonste porselein, wat heel wit is, wordt gebruikt. En ook het kobalt, wat heel diep is van de blauwe kleur. En natuurlijk de beste schilders aan het hof werken aan de decoraties op het porselein. Het porselein ging naar het keizerlijk paleis in Beijing. De rest moest worden vernietigd en begraven, omdat het gewone volk het niet mocht aanschouwen of gebruiken. En daarom heb ik het geluk gehad om mee te mogen werken met de archeologische dienst in de stad Jingdezhen. In onze tentoonstelling hebben we ook aandacht voor Delfts aardewerk. Want het Delfts aardewerk, oftewel Delfts blauw, is natuurlijk nagemaakt van het Chinees porselein. En dat kun je zien aan bijvoorbeeld de blauw-witte tekeningen, maar ook wat je ziet op de tekening. Bijvoorbeeld deze fopkan. Hier zie je natuurlijk een fantastisch blauw-witte decoratie, maar ook een tekening met Chinese personen. Een Chinees landschap en wat bloemen en planten. Maar wat is nou een fopkan? Een fopkan werd gebruikt bij drankspelletjes die heel populair waren in de 17e en 18e eeuw in Nederland. En als we kijken naar deze fopkan, dan zien we dat de hals een uitgesneden decoratie heeft, dus wijn zou daar meteen doorheen vallen. De eigenaar van de kan wist wel hoe die werkte. Je kunt drinken uit een van de tuitjes of schenken uit een van de tuitjes door andere gaatjes dicht te houden, waardoor er een vacuüm ontstaat. Op die manier kon je wijn drinken zonder een nat pak te krijgen. De stad Delft had ook een hele andere relatie met Jingdezhen. Want Delft was namelijk onderdeel van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En directeur Johan Karel van Alderwereld zat heel dicht bij het vuur. En hij liet daarom porselein op maat maken. We noemen dat ook wel Chinecommande. En hij liet porselein maken met zijn eigen familiewapen, wat we hier kunnen zien. En het bijzondere is dat dit de laatste vier stukken zijn uit een heel groot servies. We hebben deze stukken geschonken gekregen van de familie de Roo van Alderwereld zelf. En ik vind dat dit een hele mooie connectie weergeeft tussen de steden Delft en Jingdezhen. Wat ik ongelooflijk leuk vind, is dat we vier kommen hebben met het zogenaamde Diatsai-patroon. We hebben een kom uit Kunstmuseum Den Haag, twee uit het Rijksmuseum en één van Keramiekmuseum Prinseshof. En wat ik daar nou zo leuk aan vind, is dat dit porselein eigenlijk speciaal gemaakt is voor de keizerin-regentes Cixi. Zij is de enige vrouw die zoveel macht heeft gehad in het keizerrijk van China. We kijken hier naar het patroon met de lentevoorstelling. Deze kommen zijn ook heel veel nagemaakt. Dus welke echt zijn, is soms heel moeilijk te zien. Maar wat we wel kunnen zien, is het grote verschil tussen de twee kommen in het midden. Een verhaal dat we in Nederland eigenlijk helemaal niet goed kennen, is dat van de acht van Zhushan.
Zhoushan is de porseleinwijk in Jingdezhen, een soort het kloppende hart van de stad. En deze 8 kunstenaars komen voort uit de papiertraditie en zij beginnen met het bestellen van standaard vormen van vazen of kommen bij de porseleinateliers in de stad en beschilderen deze met hun eigen onderwerpen. En dan kun je denken aan onderwerpen zoals bloemen en vogels, bergen, landschappen of mensfiguren. Wat ik u zeker niet wil onthouden, is de achtergrond van dit servies. Op het eerste gezicht lijkt het een eenvoudig bloemetjeservies, maar het is speciaal gemaakt voor de communistisch leider Mao Zedong. De partij wilde voor Mao een bijzonder cadeau laten maken voor zijn verjaardag in 1975. Mao was inmiddels een oude man geworden en ze vonden dat hij goed moest eten en drinken uit mooi porselein, waardoor zijn eten en drinken goed warm bleef. Ze lieten daarom een geheim project maken. Dat noemden ze 7501. Vanwege de hoge kwaliteit en de eeuwenlange ervaring werd Jingdezhen uitgekozen om dit servies te maken. En verschillende kunstenaars werkten aan ontwerpen. En er zijn slechts 3 serviezen, originele serviezen, overgebleven, want de rest moest worden vernietigd. En dat is eigenlijk herkenbaar, want al in de eeuwen daarvoor moest dat ook met het keizerlijk porselein gebeuren. En dit servies wordt nog steeds nagemaakt omdat het ontzettend populair is in China. Zou u thee willen drinken uit het liefelijke bloemetje servies? We staan hier bij een vitrine met objecten die in de laatste 100 jaar zijn gemaakt. En heel veel decoraties daarvan zijn gebaseerd op dat van historische voorwerpen. Neem nou deze 2 schaaltjes uit 1978. In de collectie van Museum Prinsenhof Delft hebben we een schotel die ongeveer 100 jaar eerder is gemaakt, met dezelfde bloemetjes en een zwarte ondergrond. Alleen de kwaliteit is wel degelijk anders. We noemen dat mille fleurs, dat betekent 1000 bloemen. En dat komt natuurlijk door al die bloemen die erop geschilderd zijn. En vandaag de dag wordt historisch porselein nog steeds nagemaakt in Jingdezhen. Het is een ontzettend groot exportproduct. Voor het Westen, omdat wij er zo van houden. Vandaag de dag worden in Jingdezhen op grote schaal historische replica's gemaakt. Het is een belangrijk exportproduct. Porselein is en blijft populair voor heel de wereld. Ik zie u graag terug in Museum Prinsenhof Delft bij de tentoonstelling Jingdezhen 1000 jaar porselein. De tentoonstelling loopt nog tot 9 januari 2022. Kijk voor activiteiten en meer informatie op onze website.